Dan is het nu tijd om te gaan naar de tweede pitch van een veelbelovende start-up, Sebastiaan van der Lans. Mijn start-up heet Wordproof en we hebben net 1 miljoen cash gekregen van de Europese Commissie. Omdat we nummer 1 geworden zijn in blockchains voor social good competitie. Met 175 deelnemers uit 43 landen. Het internet zoals we het kennen is enorm gebruiksvriendelijk. We hebben er echt heel veel aan gehad. Maar tegelijkertijd zit er een enorme weeffout in. En dat is de betrouwbaarheid. Online fraude is groter, een groter probleem dan ooit. En meer dan 70% van alle Europeanen is al een keer in fake news getrapt. En dat is ook wel logisch, want dat internet dat is niet gemaakt met de vertrouwensvraag in het achterhoofd. En wat het internet eigenlijk nodig heeft, is een laag van vertrouwen eroverheen. Wat ik lees is echt en ik kan verifiëren waar het vandaan komt. Wat ik maak is van mij en ik kan dat beschermen. En als er een keer oneenigheid is, bijvoorbeeld met een webshop, dan ben ik beschermd. Wordproof is die laag van vertrouwen over het internet. En met blockchain timestamps maken we samen van het internet een veilige plek. Voor de nieuwe generatie, mijn ouders, maar vooral ook voor onszelf. Want alle informatie die ons leven beïnvloedt, daarvan willen we weten hoe het in elkaar steekt.